Ja, als ze het even ken, fijn naar de kegel ben. Ik ben Ralf, barbecuechef in hart en nieren. Grillen is mijn lust en mijn leven. In deze serie ga ik kijken hoe Nederland barbecuet op vakantie. Zal mij benieuwen. Je kijkt naar Ik Barbecue Voor Jou op vakantie. Ik geef al meer dan 20 jaar barbecue workshops. Ruim 10 jaar op televisie. Elke week met mijn back op YouTube. En nu ben ik benieuwd of al die barbecue kennis een beetje is blijven hangen bij de mens. We gaan het meemaken hier bij Papillon Country Resort in Denenkamp. Er zijn hier ontzettend veel glamping mogelijkheden. Maar je kunt ook gewoon traditioneel kamperen. Traditioneel? Moet kijken wat hier dan weer klaar staat. Het is luxe kamperen. Hier slaap ik. En met eigen sanitair. Wastafeltje, lekker voor de afwas. Eigen koelkastje met vriesvakje, fantastisch. En hier, privé scheidhuis. Mooi douche. Even checken. Dit zit dus gewoon aan de auto vastgemaakt. En op het dak, hè. Luxe, jongen. Er liggen nog een paar lekkere wijven hier. Dat is ook overal aan gedacht. Kijk, hè. Dan ga ik hier de boel even klaarzetten. Dan ga ik de camping verkennen. Oh ja, joh. Ja, jongen. Een hartelijk goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Piltjes al op, zie ik. Ja, nee, we halen op. Hey, ik vroeg me zo af, hè, wat jullie zo op de camping een beetje eten. Nou, dit is onze eerste keer kamperen eigenlijk. En ik heb wel gaspitjes wel bij me, maar wat vanavond op de barbecue gaat of in de pan zijn speerrips. Mijn vrouw vindt frikandel heel lekker. Dus een frikandel hebben we er ook bij. Dat is al heel wat, hè? Als je speerrips op vakantie gaat maken, ben je dan een enorme barbecue-liefhebber of... Ja, ik ben wel voor gemak. Ik vind het wel heel erg lekker, maar het zijn vooral vaak voor gemarineerde. Oh, dat is ook niet erg. Het is vakantie, hè? Meneer. Goedemiddag. Mevrouw. Al wat gevangen? Nee, helaas niet. Nee? Nee. Hey, Ralf. Robin. Nee, waar vis je op? Op karpers. Karpers? Ja. We zijn er niet tevreden, die dingen? Nee, dat klopt, maar het is gewoon leuk voor de hobby, hè? Ja? Dus, ja, zeker. Wat maak je zo klaar als je op de camping zit? Zo? Als ik op de camping ben, nou, een lekker stuk biefstuk. Barbecue'tje aan? Ja, zeker. Nou, hartstikke leuk. Nu heb ik zelf een leuk dingetje bedacht voor op de camping. Heel simpel, leuk gerechtje op de barbecue. Eén pans dingetje. Vind je het leuk bij mij samen iets te gaan knutselen? Zeker wel. Ja? Dat leek me hartstikke leuk. Top. Haal ik even de hengel in. Ja. En dan, mensen benieuwd of je beter hebt. Volgens mij niet, hè? Nee, dat denk ik niet. Maar heb je al wel een mooi liedje gezongen voor de weesjes? Zeker. Misschien is helemaal geen visvijver. Ja. Misschien zit er wel olifant in, wat ja, jij wil. Ja, misschien wel. Als je hier nou gewoon een speerrips aan hangt, ja, dan willen ze wel. Hey, ga je mee? Ja, zeker. Als jij je ondertussen abonneert op ons YouTube-kanaal, ga je blij van worden. Staat boordevol met filmpjes over barbecuen. Dan doe jij ook nog eens wat nuttigs met je leven. Hey, we gaan een lekker gerechtje maken, speciaal voor op de camping. Jij hield wel van de steak, hè? Ja. Dan heb ik een mooi stukje steak, een flat iron steak. Sucade, ken je dat? Ja, dat ken ik wel, maar ik heb nooit gemaakt. Nee. Oh, nee. Jongen, dat is geweldig. Ja, sucade dus... is namelijk zo'n groot stuk vlees. En onze oma's die deden daar ongeveer 6 uur over om dat langzaam te stoven. Ja. Deze is gesplitst, de zenuw is eruit gehaald. En dan kun je die stukken vlees, die kun je als je die zak, 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 keihard op een hete barbecue grilt, echt in 6, 7, 8 minuutjes klaar hebben. Supermals. Mooi. En daar gaan we een pastatje bij maken. Ik heb hier een heel mooi barbecue staan. En ik heb hier een gaspitje staan met een grillplaatje. Dus we kunnen zeggen, we gaan alleen die gebruiken, of we gaan alleen die gebruiken, of we gebruiken ze allebei. Dus ze staan er toch allebei? Ze staan er allebei, dan gebruiken ze allebei. Maar in principe, dames en heren, dit kan op één barbecue, daarom heb ik dit bedacht. Keileuk. Mijn sanitaire hut, daar heb je zelfs warm water. Ja, hier gaan we dadelijk het pasta in koken, dus hij moet tot ongeveer 2 centimeter onder de rand vol, als je dat zou willen doen. Is goed. Met heet water. Doe ik dat? Ik mijn barbecue aansteken, campinggas. Tour & Grill CV Plus. En ik zet hem even op vol vermogen. Dekseltje dicht, steek ik deze ook meteen aan. En dan weet ik uit ervaring, je ziet hem niet, je voelt hem wel. Laten we lekker koken. Sugar snaps, zonnegedroogde tomaatjes, crème fraîche, pleuren we er straks allemaal bij in hetzelfde pannetje. Dat is okay. echt super gaaf. Even in kleine stukjes of grove reepjes, het maakt echt niet zo heel veel uit. Barbecue jij regelmatig? Zo nu en dan. Ik wil het wel wat vaker gaan doen. Maar wat houd je tegen dan? Tijd? De tijd. Goeie barbecue? Nou, de barbecue op zich, wat ik heb staan, die is op zich wel goed. Dat is zo'n soort kogelbarbecue met een metertje erop. Daar zit ik nog steeds met de kolen, hoe ik die her moet leggen. En het gaat af en toe goed, maar de ene keer beter dan de andere keer. Laten wij nou een televisieprogramma hebben, een YouTube-kanaal. Dat heet Ik Barbecue Voor Jou.
Ooit van gehoord? Ja, ik heb wel vaak gehoord. Dus, Vaak kijken. Ja. Hey, super, dit hebben we vast. Dat doen we gewoon in een bekje. Een houtskoolbarbecue geeft natuurlijk een beetje smaak, hè? Ja. Houtskoolsmaak. Gas niet. Maar, zie je daar dat beetje hout? Ja. Dat hebben we hier van die paadjes afgehaald. Niet zeggen. Nee, juist. Dat gebruiken we als rookhout. Dan krijgen we een heel klein mooi subtiel rooksmaakje mee. Dat was de bedoeling. Wij vouwen hier een soort van pocket. En doen we daar een handjevol van die snippers in. Gaatjes in prikken en leggen we dat gewoon op die brander. Ik heb ook nog sherry trostomaatjes en die zijn zo lekker, maar als je die op de barbecue poft, dan zijn ze nog lekkerder. Maar die veranderen echt van smaak. Oké. Hey, wat doe jij voor werk? Ik ben interieurbouwer. Oh. Ik maak keukens, balies, inrichtingen. Dat komt mooi uit. Nou dan, of moet je nog wat Ik heb nog wel het een om het aan te passen in het interieur, zeg maar zeggen. Kijk, dit zijn US Flatiron Cicadas Prime. Beef. Heb ik online besteld. Kijk, let op. Ik vertel al wat cicade was. Cicade zit bij het rund in de schouder. Ja. Dus het is geen biefstuk. Het heeft heel veel gewerkt. Het zijn lange spierdraden. En het is ook heel mooi vet dooraderd. En die vet dooradering zorgt voor en dat het mals is als het mooi smelt. Ja. En mooi dat het geschmak gibt. Ne? Hier, kijk maar eens. Dit is vet, hè. Letterlijk en figuurlijk. Zo'n mooie stukje vlees. Die moet op een bokkenhete barbecue afgeketst worden. Okay. Echt kei en keihard. Tomaatjes één keer omdraaien. En daar hebben we tangetjes voor, maar... Jij doet het liever met de vingers. Ik doe het liever met de vingers. Oké. Dus, dat is flash. Nou wil ik er een lekkere barbecue rub meegeven. Een lekker kruidenmengsel. Ja. Ik zat te denken aan deze. De Crazy About Coffee Rub. En dan denk jij, koffie. Zit daar koffie in? Ja, er zit koffie in. En zelfs een beetje chocola. Koffie, serieus, dat gaat heel erg goed met vlees. Dat geeft al een soort van natuurlijke... Ja, roostaroma. Ja. Maar je proeft geen koffie. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je koffie of chocola proeft straks. Het mengt fantastisch mooi met vlees. Okay. Je gaat het meemaken. Dan ga ik ondertussen de farfalle erbij pakken. En farfalle is een pasta, dat zijn die strekjes. Die ken ik. Ziet er gewoon gaaf uit. En dit heeft heel veel ruimte om die saus op te nemen. Die crème fraîche zometeen met de olie van die zongedroogde tomaatjes. Dus je zou dit met spaghetti kunnen doen, maar dan blijft die saus niet zo mooi hangen bij spaghetti. Nee, okay. De tomaatjes eraf. Lekker warm, hè? Dit mag afkoelen, maakt geen donder meer uit. Dit is gewoon lekker. Pure tomaat geroosterd. Dit moet 12 tot 14 minuten. Laten we zeggen dat we met minuutje nummer 10... dan doen we die sugar snaps erbij. Okay? Dus als jij even vanaf nu 10 minuutjes ongeveer timed... dit lijkt mij mooi. Kunnen we meteen, wat mij betreft, dat vlees gaan grillen. Want vlees, dit heeft denk ik een minuutje of 7, 8 nodig. Maar rustperiode is ook altijd super belangrijk. En dan hebben we nog tijd genoeg om het hele gerechtje af te maken. Nou, die rooksmaak die komt nou subtiel dus tijdens dat grillen in het vlees. Super, dit gaat naar de afwas. Ah, ja, maar dat ruikt toch meteen geweldig, hè? Dat ruikt echt lekker, Ralf. Om je vingers bij af te likken. Over likken gesproken. Ik bespeur een Twents accent. Ja, dat klopt. Enschede, hè? Ja. Ja, ik heb 2 jaar in Enschede gewoond. Ja? In mijn studentenperiode. Oké, ja. Supermooie stad. Dames en heren, bent u nooit in Enschede geweest? De moeite waard. Zeker doen. Mooie stad, hè? Leuke mensen. Ja. Kunt ze alleen niet verstaan, maar dat went. Het is mij ook gelukt. Ja. Nou gaan we daar een ruitje op zetten, op dat vlees. Een ruitje. Ga je gang. Perfect. Maar jij zei houtskoolbarbecue, ja. Veel campings mag dat niet meer. Nee, maar hier mag het wel. Heb je kooltjes bij je? Ja. Nou, dat mag dus niet. Oké. Okay. Dus als je straks van de camping afgezoden midden wordt, dan weet je dat het aan de kooltjes lag. Ja. En nogmaals, hè, dit pannetje had gewoon daarnaast op één barbecue. Oké. Want heel veel mensen denken daar niet aan, dat je gewoon een pan gewoon op een roostertje kan zetten van een barbecue. Oké. Okay. Ik barbecue voor jou op vakantie wordt mede mogelijk gemaakt door Campinggas, Benegas, Papillon Country Resort, Spice Rebels en In A Mood. Wat vind jij lekker? Medium, rare? Waar hou je van? Rood? Nee, medium. Medium? Ja. Dat is ook eigenlijk mijn favoriete cuisson voor cicade, omdat het zo dooraderd is. Ja. Zo vet is van binnen, is het lekker dat hij iets verder... Ja, doorgebakken is in plaats van rare. Hè? Ja. Dat vind ik lekker bij een ossehaasje bijvoorbeeld. Ja. Maar medium is echt lekker hierbij. Wordt super zacht. Zit je aan de 10 minuten ja, al? Ja. Alright. Sugar snaps erbij. Gewoon in dezelfde pannetje. Koken gewoon eventjes 3 minuutjes mee. Dan zijn ze klaar. En dan is de pasta ook klaar. Ik denk dat dat vlees nog een keer een kwartje gedraaid moet worden. Hetzelfde als dat doen. Je net deed. Top. Ik denk dat hij met 20 tellen klaar is. Kijk, ik heb hier een mooi frietje. Mijn favoriete frietje.
haal hem maar af. Ik check even mijn pasta. Crème fraîche. Die doen we bij de zongedroogde tomaatjes. Dan mag je door elkaar roeren, dan heb je lepeltjes. En dan doe ik daar nog van die lekkere olie bij. Van die zongedroogde tomaatjes. En dat is echt het geheim. We mengen de rest dadelijk gewoon door de pasta en dan smelt de crème fraîche door de warme pasta. Dat wordt echt goddelijk. Als jij nou die crème fraîche en die tomaatjes doorheen wil roeren. Super. En dit mag nou lekker door elkaar. Er kan nog wat zwarte peper bij als je het lekker vindt. Of een snufje zout. Ik vind een snufje zout altijd lekker. En dan gaan we het vlees trancheren. En plakjes snijden. Het is belangrijk dat we dus haaks op de draad snijden. Hier, dat hebben wij zonder thermometertje eventjes geflikt. Ja, ziet er mooi uit. Als ik jou was, zou ik snel even dit stukje pakken. Die is echt lekker. Hè? Die is echt lekker. Stukje vlees, hè? Ja. Maar proef je koffie of chocola? Nee, hè? Nee. Roostaroma, hè? Neem jij dat schaaltje met die dingetjes mee? Ja. Kijk, dit is kamperen. Neem plaats, neem plaats. Op je de bouten? Nee hoor. Hè? Is de stoel? Tuurlijk. En je kunt met dit gerecht ook lekker variëren als je wil. Hè? Voor mijn part doe je er diepvries dopertjes bij op het laatst. Bam. Zo. Hè? Niet van de benauwde zeggen ze in Enschede, hè? Nee, dat klopt. Hey, smakelijk. Ja, hetzelfde Ralf. Laat het smaken. Ik hoop dat je een leuk idee opgedaan hebt, wat heb geleerd. En dat geldt natuurlijk voor iedereen, hè? Dames en heren. Heeft u nou iets van geleerd? Leuke receptjes? Abonneer dan eventjes op ons YouTube-kanaal. Ik Babkie voor jou. Er staan inmiddels honderden recepten op. Abonneren, liken, duimpjes, al die dingen. Dan zeg ik tot de volgende keer. Eet smakelijk. Ja. Ik Barbecue voor jou op vakantie wordt mede mogelijk gemaakt door Campinggas, Benegas, Papillon Country Resort, Spice Rebels en In A Mood.